Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag heb ik de gast Natalie. Zij is de Kekerbeker. Dat is haar naam. Wat de Kekerbeker inhoudt, zegt de naam eigenlijk al een beetje. Maar er zit veel meer achter die naam. Wat precies? Dat gaat Natalie ons vertellen vandaag in Q-Time. What made is a little Q-Time? Natalie. Goeiedag, welkom erbij. Goedemiddag, dank je. Ik vind het vreselijk leuk, je naam, Kekerbeker. Ik ook. Vertel ons het verhaal van Kekerbeker. Hoe is het begonnen met jou? Nou, ik begon eerst met koekjes maken. En ik wilde het eigenlijk cookies en cakes noemen. En ik was een keer, ik wilde de koekjes op een gegeven moment niet meer doen, omdat het te veel werk was. En ik maakte mijn cakes en ik was met mijn nichtje. En ze maakte opeens een opmerking. Hey, Kekerbeker. En ik vond die naam zo leuk dat ik het gewoon heb vastgehouden. En het is heel pakkend. Ik wilde altijd een naam hebben die mensen meteen herkennen. Het moet niet te moeilijk zijn. Het moet herkenbaar zijn. En het reent. Ik vond dus het heel erg leuk. Ja, Kekerbeker. En het zegt ook direct waar het op neerkomt. Hè? Hoe lang geleden ben je begonnen met bakken? 3 jaar geleden ben ik commercieel begonnen met bakken. Daarvoor bakte ik eigenlijk alleen voor familie en vrienden. Maar ze vonden mijn cakes altijd lekker. En toen dacht ik, ja, waarom kan ik dit niet verkopen? Want gewoon in Suriname, je wil altijd wat extra's verdienen. Dus zo is het begonnen. Ja, en gewoon vanuit je huis ben je gestart? Ja, vanuit huis ben ik gestart. En ik heb ook heel lang vanuit huis verkocht. Nu nog steeds doe ik het. Maar nu ben ik zo ver, al zeker 2 maanden, dat ik echt verschillende verkoopadressen heb. En ik wil steeds meer hebben natuurlijk, zodat dit ook gewoon echt bij iedereen ook een bekende naam is. Ja, ja. Oké, okay, want jij werkt niet per se op bestelling van consumenten, hè? Je werkt meer met bedrijven. Nee, ja, ik werk meer met bedrijven. Maar ik begon wel met consumenten, want zo moet je beginnen natuurlijk. En zo heb ik eigenlijk stukje bij beetje mijn naam opgebouwd. En op een gegeven moment maakte ik alleen tresletjes cakes. En vorig jaar is er een hype begonnen in Suriname, waardoor bijna alle bakkers ook tresletjes cakes maakten. Maar ik was al zo lang ermee begonnen dat mensen eigenlijk weer terug naar me kwamen. En daar is het eigenlijk ontploft. Want het ging helemaal niet zo goed voor vorig jaar. Sinds vorig jaar is het echt heel goed gegaan. Die coronatijd bedoel je? Ja, in de coronatijd, het leek erop alsof mensen gewoon veel meer kochten. Kijk, je kan niet uitgaan, je kan niet gaan uiteten. Alles was gesloten, dus mensen zitten thuis en ze willen eten. En toen bestellen ze ook bij andere mensen. Maar ja, weet je, ik ga je niet zeggen dat je niet moet eten. Als je dat wilt, doe het alsjeblieft. Bestel bij mij. Ja, bestel bij mij, ja, alsjeblieft. Oké, okay. Dus dat was de periode dat je wel voor consumenten werkte. Ja, okay. Ja. Op welk moment, maar op welk moment ben je overgestapt om voor bedrijven te werken en waarom die keus? Op een gegeven moment liep ik eigenlijk tegen een plafond aan, want als je het vanuit huis doet, die mensen vinden het veel makkelijker om ergens gewoon naar binnen te lopen en iets te pakken en weer weg te gaan. Dus als je het vanuit huis doet, weet je, hebt andere verplichtingen, je moet zelf ook bakken, je moet boodschappen halen, je moet je huis schoonmaken, je bent niet altijd beschikbaar. En ik was constant moe. Dus toen heb ik besloten om eigenlijk contact te maken met verschillende locaties. Ik had toevallig klanten van MCP, Highway en Leiding, die al cupcakes bij me afnamen voor de verkoop in de winkel. En zo is het verder gegaan. Dus toen ben ik andere plekken gaan benaderen. En u weet, in Suriname, het is een kleine gemeenschap. Als je een klein beetje weet te praten en je bent vriendelijk, kom je heel ver. Dus dat is, ik mag wel eerlijk met trots zeggen dat dat wel echt een voordeel van me is. Ik ben heel goed in mijn sales. Oké, okay. Goed om te onthouden. Maar goed, je bent dus je tresletjes cake, dat is eigenlijk je signature, ne? Ja, okay. Eigenlijk wel, ja. Het is echt mijn signature. Ik maak nu ook boterkoek en dus ice creams. Maar tresletjes is wel echt iets wat op heel veel plekken ook heel goed gaat. Hoor. Ja. Dus tresletjes is iets waar iedereen me eigenlijk van kent. Mensen die me kennen, kennen dat van me. Ja, oké. Okay. Dus geen koekjes meer. Tresletjes, dat is je ding. En je bent onlangs ook met een nieuw product begonnen in de lijn. Ja. Die ice creams. En daardoor is het natuurlijk ook veel beter gegaan. Omdat ik wilde eigenlijk een beetje het idee van Ben & Jerry's wilde ik hebben. Weet je, want je hebt Padre Nostro, je hebt Fernandez, je hebt Alegria. En ik hou echt van alle drie, maar ik wilde niet hetzelfde zijn. Want anders maak je ook niet het verschil.
Oké. Maar hoe het, Dus ja, ik luister, het is leuk hè. Maar ik ga niet thuis daar zitten en zeggen: hé, ik kan bakken en wacht even, nu kan ik ook ijscream maken. Nee, dat werkt niet zo. Dus bij jou zit dat nee, toch wel? nee. Bij jou wel. Want jij Ja, bent ik. volgens mij elke keer op zoek naar een andere uitdaging. Ja, ik ben altijd op zoek naar een andere uitdaging. En ik wilde al. Het gekke is dat ik al heel lang ijscream wilde maken. Maar ik durfde het nooit te proberen. Omdat als je iets niet weet, dan vind je het soms zonde om elke keer weer dingen weg te gooien als het niet lekker is. En een avond, dat was in het weekend, dacht ik van, hey, ik heb toch een machine, laat me het snel even proberen. En het was lekker. En toen probeerde ik het vaker te doen. En het werd steeds beter. En toen dacht ik van, weet je, ik ga het gewoon verkopen. Ik heb eerst iedereen om me heen laten proeven. En toen ben ik het gaan verkopen. En het was meteen een hit. Oké, en wat onderscheidt jouw ijscream van de rest volgens jou? Ik ben eigenlijk, ik zet heel veel add-ons. Kijk, ik heb bijvoorbeeld niet een simpele ijscream smaak. Ik heb bijvoorbeeld vanille met brownie en karamel erin. En iets waar ik zo blij mee ben, is kokos-ijscream. Mijn kokos-ijscream smaakt per ongeluk naar Raffaello. Echt per ongeluk. En het is zo lekker. Maar ik wilde eigenlijk Lordelina doen, maar het is me niet gelukt. Maar ik ben ook blij hiermee. Oké, dus hoe lang ben je nu al? Maar kijk, ijscream is natuurlijk een Fries product, hè? Dat is toch wel weer wat anders. Ja. Het is heel anders. Ik had niet verwacht dat ik het zou verkopen, hoor. Net zoals u aangaf net, ik ben steeds op zoek naar andere dingen. Dus nu wil ik nog een ander product hebben. Ben ik nog over aan het nadenken. Maar ik wilde echt steeds wat anders hebben. Weet je, want zoveel mensen maken ook al cake hier. Zoveel mensen maken lekkere cakes hier zo. Dus ik moest mezelf een beetje onderscheiden. En wat heb je wel? Als jij begint met iets, heb je zoveel andere mensen die het ook gaan doen. Dus je moet altijd alle trends bijhouden. Om ervoor te zorgen dat je ook al niet de eerste bent, maar wel de beste blijft in wat je doet. Oké, blijft jouw ijscream onder de naam Kekerbeker werken? Want het is Ja, niet echt Kekerbeker heel, ijscream, heel ja. krom. Want mensen zeggen ook: Oké. als ik kikkerbeker hoor, denk ik niet aan ijscream. Ja. Ik heb er ook over nagedacht om een andere naam eigenlijk ervoor te verzinnen, hoor. Maar Ja. het gaat veel makkelijker als mensen je naam al kennen en je Ja. verkoopt hem onder diezelfde naam. Dat Daarom heb ik het klopt. gedaan. Oké, very nice. Ik durf niet te vragen wat je volgende uitdaging gaat worden. Weet je het al? Of... Oh no, deegproducten. Ik ben een beetje op zoek naar een ander soort cake. Ik had laatst een cake gemaakt, een karamelcake, maar hij gaat een beetje te duur zijn voor een cake die er een beetje die zo simpel eruit ziet. Dus waarschijnlijk een deegproduct. Alleen ja, die moet je echt vers maken. Kijk, met tresletjes, cake en ijscream. Ik maak ze vandaag, morgen kunnen ze verkocht worden. Maar als ik een bolletje maak, moet ik ze liever vandaag verkopen. Dus dat is voor mij wel een beetje een drempel. Dus daarom dat ik eigenlijk dat het nog even duurt voordat ik met iets kom. Maar ik kom wel steeds met nieuwe ijscreams maken. Dat ga ik wel Oké, blijven doen. very nice. Oké, Nathalie, dat wil zeggen dat we heel binnenkort wel weer iets anders van je mogen verwachten. Want Ja, dat ja, moet. Dat mag ja, zeker. dat is wel heel erg duidelijk in dit gesprek geworden. Ja. Ja. Oké, je werkt niet voor consumenten meer in de eerste instantie. Dus mensen moeten wel naar plekken gaan om jouw product te kopen. Ik neem aan dat ze je wel ergens nog kunnen vinden op een bepaalde locatie. Misschien kan je ze daar naartoe verwijzen. Ja, Kekerbeker. ik verwees sowieso altijd, maar hier ga ik het ook gewoon zeggen. De meeste MCP-filialen, dus die MCP-pastry-shops dan, die hebben mijn ijscreams en Tresletjescakes ook. Ik ben sinds kort ook begonnen met Shell Wilhelminastraat. En ik wil eigenlijk ook meer tankstations erbij pakken. Weet je wat, als je gaat tanken, je wil even snel wat eten of je lust gewoon wat lekkers. Kom even snel naar binnen, dan pak je hem en dan ben je weer weg. Dus, oh, Lindt Supermarkt verkoopt ook mijn ijscreams, maar het is bij mij om de hoek. Dus dat was ook heel voor de hand liggend. En ik wil ook naar meer supermarkten, grote supermarkten gaan. Want als je kijkt, het risico in Suriname is wel, als je naar een supermarkt gaat, echt zo'n buurtsupermarkt, bestaat de kans dat ze die vriezer in de nacht uit doen. En dan vervalt je product ook heel snel. Dat wil ik niet hebben. Dus ik ga wel. En het is ook veel duurder dan Fernandes, weet je. Dus ik kan niet van mensen verwachten dat ze bijvoorbeeld een klein bakje van 50 SID kopen bij een Chinees waar ze niet gewend zijn om duurdere producten aan te schaffen. Ja, duidelijk. Dus in principe is je product wel een beetje Ja. een niche-markt. Ja, het is echt, ik heb Ja. echt een niche uitgekozen en het werkt blijkbaar gewoon voor me. Ja. Maar zoals ik al eerder aangaf,
het is niet altijd zo makkelijk geweest. Ik heb echt heel vaak gehuild en gedacht, oh mijn god, ik ben blij dat ik nog een baan heb. Weet je, hoe ga ik het anders redden? En ja. Gelukkig gaat het nu gewoon goed. Ja, oké. Okay. Goed zo, Nathalie. Heel erg veel succes verder. We kijken uit naar de follow-up producten. Yes? Ja, zeker, zeker. Dankjewel okay. Ook voor deze kans. Ik vind het heel fijn dat jullie me hebben geïnterviewd. En ook een heel fijne dag voor jullie daar. Dankjewel. Bye. Dank je. Doei. Dat was een gesprekje, een gezellig gesprekje met Nathalie over haar kekerbekerlijn. Deze jonge dame, je kon het al merken in het gesprek, die zal niet stil blijven zitten. Ze introduceert nu al ice cream en you never know wat er allemaal nog meer uit haar schoorsteen zal rollen in de komende tijd. Hou de producten dus in de gaten. Ze heeft in ieder geval de MCP als een locatie genoemd waar je de kekerbeker producten zou kunnen proeven. Dus ik zou zeggen, sweet tooth. Maak er gebruik van. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. En tot de volgende keer.